Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe video hier op het Wie is de Mol 2019 kanaal. Met vandaag nieuwtjes over Wie is de Mol? Ja, alsof er mensen waren die dat niet hadden verwacht. Laten we snel doorgaan met het eerste nieuwtje. Het eerste bericht gaat over een bericht dat geplaatst is op Instagram, namelijk van Rick McCullough. En dat is de regisseur van Wie is de Mol. Op Instagram plaatst hij namelijk: zelfs 15 minuten voor het draaien van een opdracht moeten we soms fine-tunen. Deze keer voor aflevering 5 van seizoen 2019. En verder laat hij in de hashtags dus weten dat op 5 januari het nieuwe seizoen van Wie is de Mol gaat beginnen. Dan een shout-out naar een andere moloot die YouTube-video's maakt, namelijk WIDM-TV. Hij heeft namelijk een video gemaakt met Ron Boshart. In de video wordt besproken over de mogelijke kandidaten die mee gaan doen aan Wie is de Mol 2019 en heeft een klein interview over wat er nou precies gebeurde in de eerste afleveringen van Wie is de Mol seizoen 2018, waar hij natuurlijk al heel snel afviel. Heel leuk gesprek, heel leuke video geworden. Ik link hem in de beschrijving. Vooral eventjes checken en natuurlijk even abonneren op zijn kanaal. Afgelopen week maakte ik al een video over, dat ging namelijk over de Digital Impact Award en dat was deze video die je hieronder nu ziet. Ging over Wie is de Mol en natuurlijk dan de app, want die zou genomineerd zijn. En het klopt inderdaad, want ze doen goede zaken. Ze zitten nu namelijk in de top 5 van de kanshebbers. En je kan nog steeds stemmen op ze. Het linkje daarvan staat ook in de beschrijving. Klik dus vooral eventjes op dat linkje en stem natuurlijk op de Wie is de Mol app. Ja, wees even eerlijk. Het duurt natuurlijk nog best wel lang voordat Wie is de Mol weer op tv is. Maar gelukkig zijn er ook remakes als ware van het programma. En Wie is de Mol in Tilburg kun je binnenkort bekijken op YouTube. Wie is de Mol in Tilburg dus. De afgelopen dagen zijn er al 6 kandidaten bekendgemaakt. En in de loop van de dagen zullen nog wat meer kandidaten dus bekend worden. Dat ze alle 10 bekend zijn. En dan op 28 oktober zal de eerste aflevering dus op YouTube te zien zijn. Het linkje staat in de beschrijving. Vooral even volgen dat kanaal. Wordt super tof, denk ik. En tot slot is Wie is de Mol op dit moment in 3 landen te zien. Dit format in ieder geval. In Nederland, België en in Polen. En binnenkort zou dat misschien wel eens wereldwijd kunnen zijn, want de formatrechten zijn namelijk verkocht aan Netflix. Productiemaatschappij Newbie heeft de rechten gekocht en waarschijnlijk gaat dus het seizoen zich afspelen met Amerikaanse deelnemers. En zal het dus volgend jaar waarschijnlijk op Netflix te zien zijn. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Vergeet vooral niet even een duimpje omhoog te geven. Bedankt daarvoor. En heb je zelf nog wat nieuws rondom Wie is de Mol? Laat het me vooral even weten natuurlijk via mijn social media kanalen of in de reacties onder deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. En kijk natuurlijk een van deze andere video's. Of kijk eventjes op mijn website. Dat kan natuurlijk ook. En dan zie ik je graag bij een volgende video terug. Tot dan. Doei doei.